Ja, en het mooie is, je hebt die foto gemaakt toen je 16 jaar oud was. Dit is de prijs die erbij hoort. Het is loodzwaar, maar het is ook super prestigieus. Dit betekent iets voor je. Dit is bijna beter dan dit kan al bijna niet. Jazeker. Ja, ik ken de competitie al 12 jaar. Ik was 6 toen ik voor het eerst over hoorde. En de competitie was voor mij altijd een inspiratiebron. En nu mag ik zelf mensen inspireren met mijn eigen foto's. Dus het is geweldig. Was dit een foto die je toen je maakte al een gevoel had... dit kan een winnende foto zijn in de competitie? Want je kent de competitie al heel lang dus. Had je het gevoel al meteen toen je het zag, dit beeld? Ja, zeker. Met name door het onderwerp. Dus de westelijke laaglandgorilla. En dat is een vrij zeldzaam dier. Wordt niet heel vaak gefotografeerd. Dus toen ik die duidelijk op beeld had... Ja, en hij kijkt leuk en ik dacht, hier kan ik wel wat mee. Nou, wat ik bijzonder vind, is dat hij zo op zijn gemak is. En je zit redelijk dichtbij. Ja. Dus dat zegt wel iets ook over jou en over jouw energie op dat moment. Bewust, heel rustig. Hoe lang heb je gezeten daar uiteindelijk bij hem? Een uur. En dat is ook een maximum dat je mag zitten. Want je wilt niet te veel met die groep zijn en je moet ze ook met rust laten. Dus een uur in totaal. Jasper, wat zegt dit over zijn talent? Nou, ik denk dat je dit heel goed hebt beschreven. Dat het feit dat het dier zo ontzettend rustig is... dat hij die foto heeft kunnen maken en je totaal niet ziet... dat hij afgeleid is door de fotograaf... dat geeft de kijker het idee dat hij er echt bij is. Dat zegt wel iets. En ik hoop dat we in de komende jaren gewoon nog veel van Daniel gaan horen. Nou, heb jij zelf in de volwassen categorie de hoofdprijs weten te pakken... ooit met een foto van een makaak, een Japanse aap, was met deze foto... alsof hij zweeft in de lucht... Het is in midden Japan, het is in een prachtig stoombad. Die prijs heeft je een boost gegeven, want je hebt ook een naam daardoor als fotograaf. Maar nu ben je jurylid geweest. Ja, dat was een hele eer. En ook wel heel gek om in die awardsceremonie opeens als jurylid uit te zitten. Ook wel heel relaxed, want je bent niet gespannen van zal ik winnen, ja of nee. Maar een hele eer om daar deel van uit te maken. En een belangrijke rol uiteindelijk, als je dan als jury ook zo'n beeld van Brent Sturton... van die, de winnaar. Die, ja, van de winnaar van die neushoorn... Als je dat als jury kan kiezen en een standpunt kan maken van ja, dit moet stoppen. Ik zie wat het bij Ali doet. Hè? Ja. Je reageert net al qua geluid en nu kan je er ook niet naar kijken. Nou, het mooie van jouw reactie is, jij kijkt weg. En het mooie van dit beeld van Brent is dat hij heeft 30 rhino-karkassen heeft hij uiteindelijk bezocht... om een vers karkas uiteindelijk te vinden. Het is een uur na de kill is het gemaakt... zodat het leven nog spreekt vanuit dat gigantische dier. Was het een makkelijke keuze om deze foto te kiezen? Want bij deze prijs denk je vooral aan een hele mooie foto. Maar dit is een foto die niet per se mooi is, maar een hele betekenisvolle foto. Daar hebben we hem uiteindelijk ook voor gekozen. Ook echt als standpunt. Om te zorgen dat dit uiteindelijk aandacht krijgt. En dat mensen niet gaan wegkijken uiteindelijk. En daarom zit zoveel empathie... in dat beeld. Brent heeft alles wat hij had, heeft hij erin gelegd. Hij heeft 30 karkassen uiteindelijk bezocht. En uiteindelijk denk ik dat het een hele belangrijke keuze is geweest... voor de toekomst. Van waar staat Wildlife Photographer of the Year voor? Is het een wedstrijd waar je kiest voor schoonheid, voor esthetiek? Of is het een podium waar je dit soort boodschappen mee kan uitdragen? En uiteindelijk hebben we dit als jury gekozen. Wat vinden jullie? Komt zo'n boodschap aan? Komt die aan bij jou? Ja, tuurlijk. Ja? Ik snap het wel als zo'n foto wint. Precies wat jij zegt, je kan kiezen voor een heel mooi beeld. Maar ja, dit is toch bizar. Ja. Deze foto kan echt iets veranderen. Ja. En dat is met gewoon een stil beeld. Dat is het toch? Kijk, een video, dat brengt veel meer over. Maar gewoon een foto die zoveel emotie heeft en zoveel uitdrukt. Freek Vonk had al eens een keertje iets wat ik al... Nee, wat zit je nou te lachen? Ik moet meteen aan die filmpjes denken, toch? Ja, maar Freek Vonk had een keertje echt best wel een mooi ding over. Het was niet zo van... Dat hij uit het bosje sprong en wow, die shit. Was gewoon echt een serieus verhaal, had hij een keer. Over de neus horen, dat vond ik al integreren. Maar dit is echt, dit is zo heftig. Dat maakt je ook boos gewoon. En we weten dit allemaal. We weten dat het bestaat. En je weet van de olifanten. Maar zo geconfronteerd worden. Maar het is een ver van je bedshow. En opeens komt dat heel dichtbij. En zeker met zo'n dier waar nog zoveel leven uitspreekt. Dat is gewoon heel belangrijk dat dit aandacht krijgt.